Breda Nu. De 10 van het Aagje is ook dit jaar weer gelopen, met de keuze uit 5 of 10 kilometer. Het was een warme dag, maar dat kreeg de deelnemers niet klein. We zijn vandaag bij de 10 in het Aagje. Op dit moment is het 10 kilometer bezig. Ik heb zelf al de 5 kilometer gelopen. En we gaan even kijken wat de mensen ervan vinden en hoe ze het doen. Jullie zitten nu lekker niks te doen, maar zometeen als het 10 kilometer afgelopen is, denk ik dat jullie toch wel aan de bak moeten. Ja, klopt je. Ja. Ja, ik denk het ook wel. Dat is meestal bij de semi-pro, zeg maar, wordt het altijd wel drukker bij ons. Wat zijn nou echt de dingen die het meest voorkomen? Ja, mensen hebben met name last van kuiten. Met dat rennen wordt dat het meest belast, als het ware. En volgens mij heb je net wat hamstrings gedaan. Hamstrings. Ja. En een beetje de zijkant van been. Dus dat voornamelijk de onderbenen. Ja. Hoe zit het op dit moment met de aantal deelnemers die meedoen met de 10 wat dagen? Loopt die nog steeds op? Of? Ja, met tientallen per jaar. We zitten nu tegen de 1000 deelnemers aan. Misschien iets minder vanwege de warmte, maar ja, daar weet je alles van. Maar we zitten meestal tegen de 1000 aan te schuren. Maar en dat is voldoende voor ons. Zo van, we moeten allemaal niet groter. Ja, het is een klein rondje waar je gedubbeld kan worden, zo te zien. Maar goed, het is allemaal prima. En 1000 deelnemers is prima voor het Aagje. Hoe was het? Ja, ging vrij goed, moet ik zeggen. Goed opgetraind? Nou, redelijk. Hoe ver van tevoren bereid je nou hierop voor? We beginnen meestal in de zomervakantie. Hè? Dan hoeven we niks te doen. We hebben hele dagen de tijd om een beetje te gaan lopen. Hè? En dan rustig oppakken, 5 en dan 8 of... Ja, de 2 keer per week 10 kilometer lopen en dan lopen we hier ook de 10. Ja, dat is best wel wat natuurlijk. Dus het is geen wel vrij gemakkelijk. Dat is overdreven. Maar het ging niet slecht. Ik ben tevreden. Wij lopen voor de 40 van Breda. Dus wij zijn aan het trainen voor de single loop om meerdere afstanden voor een goed doel te lopen. En we hadden al wat kilometers gelopen, maar het was leuk. De 40 van Breda, hoe bereid je daarvoor dan? Net als dit soort wedstrijd neem ik aan dan. Lange duurlopen lopen in een groep, dus dat is fijn. Dus je blijft wel echt bij elkaar, je houdt het tempo van elkaar aan en zo haal je het. Ja, klopt. Breda Nu.